zo'n volkomen idioot idee dat ik me niet kon voorstellen dat hij het zou doen. En dan word je vervolgens voor je eigenlijk uitgemaakt voor een randdebiel die niet wist wat er aan de hand was. En dat vond ik zeker in het geval natuurlijk van Arend Jan wel heel vreemd, aangezien hij vrijwel nooit gelijk gehad heeft. En ik vond Hubert ook wel een klein beetje triomfkraaien, terwijl hij volgens mij zelf ook het boel echt niet in deze vorm aan zag komen, als je het mij vraagt. Dus ja, Tim de Wit is zo aardig, daar ga ik niks onaardigs over zeggen. Maar goed, ik heb dat leed over mijzelf afgeroepen, dat ik het niet bij het rechte eind had. En achteraf denk ik dat Poetin vaak denkt, had ik maar gedaan wat Vos hem voorspeld heeft. Want nu zit hij met de gebakken peren natuurlijk, bij een ontzaglijk probleem. En ik denk al dat de schade die aan hem en zijn regime is aangericht van een zodanige aard is, dat dat niet meer werkelijk goed te maken is. Maar we moeten natuurlijk toch even een overzicht geven van wat dat jaar ons gebracht heeft. En wat eventueel de toekomst van dit ramp.